Het wordt een spannende avond vanavond in de theaterzaal van de kantine in Budeldorpplein. Hier worden vanavond maar liefst twee winnaars bekendgemaakt. De eerste is de ondernemer van het jaar Kranendonk 2017. De tweede is de winnaar van de Rabobank Verbindingsprijs, die vanavond voor de eerste keer wordt uitgereikt. De Verbindingsprijs hebben het leveren voor bedrijven en instellingen die zich op een bijzondere manier verbinden met andere partijen in de maatschappij. Kan zij onderwijs, overheid, andere ondernemers. Omdat we als bedrijf zo belangrijk vinden dat mensen meer verbinden. Ook in Kranendonk zie je dat er heel veel wordt geïnnoveerd. Er wordt heel veel op het eigen erf, maar het blijft vaak op het eigen erf. Mensen zijn ontzettend bescheiden. En de Verbindingsprijs is juist een appel om eens een keer naar buiten te treden met alle mooie dingen die je hebt als bedrijf. En niet alleen maar op je eigen erf te houden. Dus winnaar van de Verbindingsprijs is Metalop. Het is natuurlijk even kicken, hè? Dus we hebben afgelopen maandag de pitch gehad. Daar heb ik ook kennis gemaakt met de verhalen van de anderen. Maar heel eerlijk gezegd had ik er wel een heel goed gevoel bij. Ja. Hoe was dat daar zitten, Philippe? Want tot op het laatst was het toch nog een beetje spannend. Ik vond het heel erg spannend. Ik dacht, we gaan toch nog verliezen. Maar eerst dacht ik, we kunnen niet verliezen, want we hebben zo'n goed plan. Dat kan nooit misgaan. En toch dacht ik van op het eind van, we gaan het toch nog verliezen. Maar gelukkig hebben we het niet verloren. Dus daar zijn we heel blij mee. Ja. Zijn er veel ondernemers die dit jaar zich aangemeld hebben voor deze competitie? Ja, dat getal kan ik niet helemaal zeggen. Maar uiteindelijk waren er 5 genomineerden. Er waren 11 die wel bezocht zijn door de jury en dat soort zaken. Vragenlijst ingevuld, keuze gemaakt en die 5 die zijn dus door de molen gehaald, om het maar zo te zeggen. Met ook de vraag van hoe gaat de toekomst? Maar ik weet het niet, want we hebben heel duidelijk afgesproken. Alleen de jury weet de uitslag en voor de rest helemaal niemand. Dus als voorzitter weet ik het ook niet. Er kan maar 1 winnaar zijn en unaniem wordt uitgesproken als de jury. Het ondernemer van het jaar 2017 van de gemeente Kranendonk. Stef Wolfers, kom maar. Stef, de ondernemer van het jaar 2017 Kranendonk met komma. Hoe voelde dat? Ja, trots. Echt, ja, vet gewoon. Echt, er waren zoveel goede bedrijven. Ik denk, ja, het was spannend op het laatste moment. Dus ja, echt trots. Echt leuk. Wat gaat dit betekenen voor komma en voor al jouw mensen? Want het is al zo'n enthousiaste groep. Kan er nog wat bij? Dat kan zeker altijd bij, hè? Die honger houden we. Het mooie is, gewoon de kroon op het 10 jaar bestaan dit jaar. Dus dat gaan we vieren. Dus er zal nog wel een goed feestje komen. Vandaag in een heel speciale positie. Jullie hebben een eervolle vermelding gekregen in de verkiezing van de ondernemer van het jaar. Ja, leuk sowieso. Het is ook niet erg dat we niet gewonnen hebben, maar het is toch heel leuk dat we een tweede prijs hebben en een eervolle vermelding. Het was ook mooi, jullie werden echt als stel even neergezet, want jullie doen het echt met z'n tweeën, hè? Wat zou je zijn zonder Marleen? Helemaal niks. Nee. Geldt dat voor jou ook? Ja, tuurlijk. Het goede doel van vanavond is extra gelden voor de peuterspeelzalen in Kranendonk. We hebben 2 stichtingen. De ene heeft, ik geloof, 4 peuterspeelzalen en de andere 5 of zo. En ik ook is een stichting. En de andere stichting is Peuterdorp. En hoe ga jij maandagmorgen beginnen? Ja, met een scrum sessie zoals normaal. Dus gewoon lekker volle toeren. Dus we zullen eerst een stuk fly eten, denk ik. Want eerst vieren. Heel veel plezier en geniet van alle aandacht die komt. En gewoon van jullie prijs. Ja, komt helemaal goed. Dankjewel. Leuk.